Ik ga zo meteen in gesprek met Cinda Raaphorst. En zij is business coach met als missie om ambitieuze ondernemers te helpen als zij de urgentie voelen om levensveranderende keuzes te maken in hun bedrijf. Toch, Cinda? Ja, dat klopt. Hi, Nathalie. Hi. Hoi. Waarom lijken vooral vrouwelijke ondernemers moeite te hebben met het vinden van klanten? Nou, vooral omdat vrouwelijke ondernemers van nature al in de hulpstand staan. Ze zijn gewend om anderen te helpen. Maar op het moment dat ze die kwaliteiten moeten gaan verkopen, slaan ze dicht. En die angst belemmert ze om de juiste acties te nemen om de klanten aan te trekken. Want hoe kun je jezelf dan beter zichtbaar maken? Ja, er zijn zoveel manieren voor. Maar het eerste wat vrouwelijke ondernemers zich moeten gaan beseffen is dat klanten op hun zitten te wachten. En dat je de klant het beste helpt door de beste versie van jezelf te geven. Ga in die doestand. Zorg niet dat je bedrijf perfect op orde is, want perfectie bestaat niet. Bedenk eens wat je aan inkomsten mist als je niet jouw klanten weet aan te trekken. Wat gaat dit doen met jouw relatie tot geld, je bedrijf, je dierbaren, je gezondheid en je toekomst? Dat valt allemaal weg. En willen we allemaal uiteindelijk niet die vrijheid om te doen wat we het liefste willen? Wanneer schakel je nu een business coach in? Een business coach schakel je in als je vastloopt met je bedrijf. Dus je verdient bijvoorbeeld wel lekker, maar je merkt dat je ook alles moet laten schieten wat je lief is. Een business coach kan je daarin begeleiden. En die kan ook zorgen dat je met slim ondernemen meer gaat verdienen in minder tijd. En dat willen we natuurlijk allemaal. Dat willen we allemaal. Heb je nog een succesverhaal om te delen? Ik inspireer en motiveer vrouwelijke ondernemers om stappen te maken die ze anders niet hadden kunnen zetten. En hoe geweldig is het als ze mij teruggeven dat ik een enorme impact op hun leven heb gemaakt en hun bedrijf is gaan groeien. Dan is mijn missie geslaagd. Kan ik me voorstellen, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Wil jij meer weten? Kijk dan nog even op rtl.nl/businesstips.